Hi, dit gaat over optimaal ingesteld zijn. Voor mij is optimaal ingesteld zijn dat ik op de goede bloedwaarde zit, mijn eigen bloedwaarde. Dat betekent dat mijn TSH rond de 3,5 zit en dat betekent dat mijn T4 rond de 1,22 zit. En dat betekent regelmatig bloedprikken. Tenminste, regelmatig. Soms dan voel ik me weer heel moe en dan meet ik van er moet weer wat mis, er moet weer wat gebeuren. Zoals anderhalve maand geleden nog voelde ik me weer heel moe. Ik heb bloed laten prikken. Toen zat mijn TSH inderdaad op 11 en mijn T4 op wat was het? 17. Dat is voor mij niet genoeg. Dus dan doe ik een verhoging van mijn medicatie. En daar heb ik onlangs weer geprikt. Het is nog niet goed, dus daar heb ik contact opgenomen met mijn huisarts. Dus dat voor mij is optimaal instellen nog steeds een zoektocht. En het is nog niet klaar. Mijn schildklier is kennelijk nog niet helemaal afgebouwd. En dat betekent regelmatig aanpassen, onderzoeken, bijstellen. En dat doen met veel geduld. En dat kan ik steeds beter.